Prachtige contra-zorg met je enorm mooie visie. Ja. Dus kan je daar wat over vertellen? Uh, ja. ja, nou goed, weet je, het zijn twee verschillende dingen. Hè. Je, je bent ondernemer, dus het betekent ook dat je wil gaan ondernemen, dat je bepaalde omzet wil hebben, bepaalde doelen wil, uh, wil gaan halen, want dat hoort bij het ondernemerschap. Uh, maar tegelijkertijd doe je dat ook in de zorg, Daar waar, we, waar je juist uh, bezig bent met, uh, met mensen. Uh, ja. En daar zoveel mogelijk probeert aan te sluiten bij, bij de behoefte die daar is. Zonder dat het al te veel geld gaat kosten. En dat, dat maakt het natuurlijk een extra grote uitdaging. Want hoe ga je nou zorgen dat je kwaliteit wil leveren. en toch ook aan de kosten gaat, gaat denken? En hoe kijk jij daarna dan? Of heb je vast een uh, idee bij? Nou, daar heb ik inderdaad wel ideeën bij. Want uh, dat is ook de reden waarom ik deze uitdaging aanga. en aan durf te gaan. Ondanks dat anderen zeggen dat ik een andere weg in moet gaan slaan daarin. Maar ik denk dat, je, dat beide niet. Uh, um, de koste hoeft te gaan van elkaar. Mm -hmm. Ik vind kwaliteit vind ik belangrijk, want we hebben gewoon een kwetsbare doelgroep die de hulp hard nodig heeft, uh, maar ook gewoon de expertise hard nodig heeft. Uh, iedereen verdient uiteindelijk ook een, een waardevol leven, dus dat, dat verdienen ja. de, de cliënten en patiënten waar wij voor zorgen, verdienen dat ook. Maar je moet wel zorgen dat, uh, dat je de juiste kwaliteit op de juiste plek krijgt. En, en hoe sta jij voor die kwaliteit? Want ik... He, zoals ik er naar kijk, naar contra zorg kijk, dan vind ik wel dat jullie daar heel onderscheidend in zijn. He? Dat kwaliteit heel belangrijk is van. He? Dat je zegt van, nou ik zet niet zomaar een ZZP'er weg of iemand die een dienst komt doen, maar he? daarin he? leveren wij kwaliteit, ondersteunen wij daarin. Ja. Kan je daar iets meer over vertellen? Ja, nou kwaliteit start eigenlijk al bij, um, uh, bij het samenwerken met een met met planner, met een manager. Want daar, uh, daarin moet je de, de informatie vandaan halen, maar daarin moet je ook de ondersteuning en de service leveren. He, uiteindelijk wil je zoveel mogelijk mensen aan, aan het bed hebben staan die uh, daar horen te staan. En je wil ook dat je daar zoveel mogelijk mee bezig bent. Want dat is uiteindelijk het werk wat, wat we doen met elkaar. Ja. Dus op het moment dat wij de, de planner goed kunnen ondersteunen in het uh, maken van het rooster... Uh, hebben we al heel veel kwaliteit gewonnen. En dan hebben we nog niet eens uh, de ZZP'ers die via ons aan het werk zijn ingezet. He, maar dan heb je gewoon de service geleverd van ja, maar hoe, hoe maak je nou een rooster en hoe doe je dat dan? En waar moet je dan aan denken? Ja, dus je denkt ook mee met de planning en hoe je dat gewoon ja, uh, op een goede manier kan doen. Ja, ja. want uh, het, het, de kwaliteit zit hem niet alleen in, in de mensen die je levert. Het, het zit hem in dat je, dat je met elkaar daarin samenwerkt. Want zonder, samenwerker, zonder, zonder samenwerking heb je gewoon geen kwaliteit. Nou, samenwerken vind ik belangrijk. Je hebt het over de planner. ja en, Maar je noemde ook al even de manager. Dus hoe... Wil je dan samenwerken met die manager? Hoe ziet dat er dan uit? Kan je daar iets meer over zeggen? Ja, nou, dat hangt een beetje af per, per organisatie. Want de ene die is heel erg gericht dat de planner de opdracht uitzet en dat de planner ook de informatie geeft met datgene wat ze nodig hebben. Dus dat ja. maakt het soms lastig. Terwijl de, de, de leidinggevende veel meer in het team zit en veel meer weet wat hij nodig heeft. Maar we moeten er ook van uitgaan dat, dat de planner en de leidinggevende goed contact met elkaar hebben en dat de planner dat ook goed uh, kan overdragen. Maar ik heb ook uh, directe contacten met, met verschillende managers, die, ja. die duidelijk kunnen aangeven: ja, maar dit is nu wat we nodig ja, hebben. Precies. En deze expertise is voor ons belangrijk. Ja. En ja. Uh, de, de ene keer is dat, dat iemand uh, wat coachende vaardigheden heeft, of wat meer pb-taken kan doen en elkaar kan trekken. En de andere keer is het gewoon iemand die gewoon stomweg met, met een tillift kan merken en die cliënten gewoon goed kan helpen, zonder dat de rest van het team daarop uh, hoeft te controleren dat het gedaan wordt. Ja. Dus eigenlijk zeg je aan de voorkant is het fijn dat met die manager ook contact of met die planner. los van waar de verantwoordelijkheid ja. ligt over wat ze nodig in dat team. Ja. Zodat jij goed kan matchen daarop. zeg maar. ja. Ja. Nou, het is voor mij een zaak om te weten met welke doelgroep we te maken hebben. En ik kom zelf uit de zorg. Dus ik, uh, ik heb heel veel doelgroepen gezien. Ja. Uh, dus op het moment dat ik weet met wat voor doelgroep te maken heb, kan ik ook veel makkelijker inschatten wat er wat aan expertise nodig is. En als dan een leidinggever of een planner aangeeft hoe het team in elkaar zit. Uh, en wat daar voor ondersteuning nodig is, dan weet ik ook exact wat voor ztp ze ja. nodig hebben. Ja. Want kijk je alleen naar die ene dienst die dan opgevuld moet worden, of, of, of uh, kunnen er ook vragen zijn voor langere termijn? Hoe denk uh, je dan mee? Die... Ja, nou, mijn advies gaat altijd naar, naar de langere termijn, omdat je daar veel meer uh, winst mee kan, uh, kan halen. Uh, Afhankelijk van wat op dat moment nodig is. Als het een ziekte, ziekteverzuim is van één dag, dan, dan is dat natuurlijk anders dan als je verwacht dat iemand wat langer, langer ja. ziek blijft. of dat je informatie niet op orde hebt. Maar je zoekt altijd naar iemand die daar vaker zou kunnen werken. Uh, dus je, je zoekt wel de, 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 de juiste match daarin. En over het algemeen vind ik die daar ook, ook wel in. Uh, en ik denk dat als je de juiste match vindt... dan kan je ook veel meer uh, plannen naar een stukje continuïteit en voorspelbaarheid. En dat geeft uiteindelijk weer veiligheid. En daarmee genereer je uiteindelijk ook wel weer kwaliteit. Zowel naar het team toe als naar de, naar de cliënten toe waar je voor moet zorgen. Ja. Ja, Wat is die uh, ZZP er alleen voor de cliënt dan? Of, of, of kan die ook een bijdrage leveren aan het team? Nou, dat is, is een goede vraag. Ik, ik denk dat, uh, dat het in eerste instantie het team is... Als ik een ZZP'er vraag van wie is nou aan daadwerkelijk jouw klant, dan is het vaak de cliënt wat ze zeggen. Maar uiteindelijk is niet de cliënt degene die jou inhuurt. De planner huurt jou in, die geeft de opdracht. Het team geeft de signalen af of jij de volgende dag weer terug mag komen. Dus dat betekent dat het team daar wel degelijk jouw klant is, en dat die het gevoel moet hebben dat jij er alles aan doet om hun te ondersteunen. Hoe meer jij het gevoel kan geven dat het team juist. Een langzamer tempo kan lopen in plaats van dat ze harder moeten lopen. Als jij er bent, um, ja, goed. Dat, dan heb je al behoorlijk wat punten gescoord daar, ja. daarop. Ja. En dan, dan ben je nog niet eens bezig geweest met de cliënt zelf. Nee, zeker. Ja. Zijn er nog meer dingen op het gebied van kwaliteit waarin je zegt van nou, daar vind ik wel dat wij heel erg onderscheidend uh, in zijn? Um, nou ja, goed. Hè, expertise komt natuurlijk niet zomaar uh, ergens vandaan, dus dat, daar, daar moet je iets in investeren. En wij zijn druk bezig om. Um, uh, om trainingen te faciliteren. Uh, en dat, dat, dat kan eigenlijk niet gek genoeg. Hè. Ik bedoel, alles wat je tegenkomt in de zorg, daar hebben we trainingen voor: uh, verpleegtechnische handelingen, BFV, medicatie, al, al, al die dingen. Die faciliteer ik, die organiseer ik. Mm -hmm. uh, maar ik geef zelf ook trainingen. Welke trainingen geef je zelf? Ik geef zelf uh, omgaan met moeilijk gedrag, anders kijken naar gedrag, uh, on ondernemerschap, communicatie. Dat zijn de trainingen die ik geef. Dat doe ik met heel veel plezier. Dat is voor mij van grote waarde om die trainingen te geven. Omdat ik dan direct met ZZP'ers uh, mm. aan het werk ben. En daardoor de ZZP'ers nog beter leert kennen. Ja. Ja. En daardoor ook nog beter kan inschatten waar ze, waar ze terecht ja. kunnen. Kan plus zien waar hun kwaliteiten liggen. Hun ja, precies. Liggen. Ja. En plus dat, uh, zeker als het gaat om, uh, om omgaan met, uh, met moeilijk gedrag. Anders kijken naar, uh, naar gedrag. Um, ja, elke organisatie heeft zoals een procedure en zijn methodiek waar ze mee werken. En op het moment dat je meer weet van de methodiek waar ze mee werken, kan je dat ook veel beter aanreiken aan de ZTP. Dus dan kan je de ZTP veel completer maken, waardoor ze beter in staat zijn om de ondersteuning te leveren. Ja, Aan te sluiten eigenlijk. Ja, precies. Ja. En, dat, en dat is natuurlijk een hele grote winstpunt. En al die verpleegtechnische handelingen, daar geef ik zelf geen training in, daar ben ik gewoon niet uh, gespecialiseerd mm -hmm. genoeg in. Uh, maar dus je dat, regelt het wel, dus ik, je faciliteert ik, het wel allemaal ja, voor de, voor de ZTP. Ja, ja. En op de juiste manier, hè, want er zijn veel verpleegtechnische handelingen die kan je via e-learning doen. Uh, maar daar zit er geen toetsing aan vast, behalve de theoretische toetsing. Mm -hmm, yeah. uh, maar dan ben je gewoon niet bekwaam. Uh, dat kan volgens de BIG-wet gewoon niet. Dus je moet wel uh, ook een, een fysieke uh, toetsing hebben op bekwaamheid. Die uh, door, uh, door een verpleegkundige gedaan wordt, die daar ook voor gecertificeerd is. Dus dat is allemaal wel goed geregeld, ja. in de contract. Ja. ja. Hey, wat vind je dan belangrijk aan het soort zzp'ers die bij jou werken? Wat... wat, wat... Ja, wat zoek je in hun wat gewoon goed aansluit bij waar jij voor staat. Zeg maar, Zodat je weet dat je, hè, ik werk met de, goeie, met de met de mensen die passen bij mijn visie. En uh, hoe doe je dat? Kan je daar iets meer over zeggen? Uh, ja, nou goed, ik, uh, ik, ik heb best wel aardige criteria die ik, uh, die ik vaststel uh, om voordat ik überhaupt in gesprek ga met, uh, met de ZZP'er. Uh, ik wil heel graag met ondernemende ZzB'ers werken. Want ik, uh, ik, ik ga ervan uit dat een ondernemer veel bewuster is met datgene wat ze aan het geven zijn. En dan heb ik het over de waarde, over de zorg, over de ondersteuning en de service. Uh, en dan geef je automatisch onbewust al veel meer kwaliteit. Dus als je veel bewuster bent met het ondernemerschap, ben je uh, direct ook met kwaliteit bezig. Dat kan gewoon niet anders. Uh, dus, dus daar streef ik naar. Dus dat betekent dat ze in eerste instantie uh, ja, simpelweg gewoon aan, moeten voldoen aan dat ze een opleiding hebben afgerond. Dat ze minimaal twee jaar werken. Ja, dat zijn harde hebben. criteria. Zeg maar. uh, ja, ja, precies. Uh, 25 jaar of ouder zijn. Waarom 25 jaar ouder eigenlijk? Uh, nou, ik, ik merk dat mensen die jonger zijn uh, moeilijker te coachen zijn. Uh, maar ook uh, dat zij veel meer moeite hebben met een stukje zelfreflectie. En dat is natuurlijk geen gegeven, want ik ken ook uh, mensen die 20 jaar zijn en dat perfect kunnen. Ja, ja. Uh, maar je moet, je moet ergens starten. En op het moment dat ik daar start en iemand neemt contact op, maar ik ben 20 en ik weet zeker dat ik dat als, als 25-jarige kan, kan doen, dan zeg ik ja, laat me zien dan. Ja. Uh, maar het feit dat hij mij opbelt en dat aangeeft, dat geeft al blijk van meer ondernemerschap van degene die dat, die dat uiteindelijk niet doen. Ja. Uh, en die dat niet doen, ja, die, die zie ik niet. Uh, dus die heb ik weggefilterd. Dus dat is prima. Um, Vind je ook dat mensen eerst meer ervaring op moeten doen in vaste dienst? Zit dat er dan ook achter? Of is dat, gaat het puur over het reflecterend vermogen van je denkt, nou als je als ouder bent, ga ja, je dat beter? Ik, 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 ik ben van mening dat iedereen eerst een vaste dienst zou moeten. Er zijn een paar uitzonderingen, hè. Bedoel, uh, die, die heb je natuurlijk altijd. Ja. Maar je, je moet de, de ruimte en, uh, en, en de kans krijgen om dat werk te leren. Ik bedoel, je komt van school af, je hebt je stages gelopen, dan heb je altijd boven de bezetting gestaan. En, en dan begint het. Ik bedoel, dus met rijden niet anders. Je hebt, je hebt afgereden, je hebt je rijbewijs, en dan, dan begint het rijden pas echt het leren. Ja, ja. En het, het is eigenlijk met, met alles is dat zo. Dus het is in ons vak is dat ja. idem dito. Ja. Het onbewust wel klaar worden eigenlijk. Ja. ja die, die, die Uiteindelijk die wel. Ja. Uiteindelijk iedere, uh, iedere opdrachtgever die wil een ZZP'er hebben, die gewoon direct, in de, die direct aan het werk gaat, direct weet wat hij moet doen, direct weet dat hij in eerste instantie de rij moet, moet pakken en uh, bepaalde vragen moet stellen en vervolgens uh, aan het werk gaat. Ja. Je hebt niks aan de ZZP die je nog moet gaan leren. Daar nee. betaal je hem niet voor. Nee. nee. Oké, okay, dus dat zijn een van de harde criteria. Ja. ja, absoluut. Ja. En dan, dan, dan hebben ze dat allemaal doorlopen? En dan, komen ze... dan hebben ze dat doorlopen. Nou goed, dan krijg je nog een vragenlijst. Maar dat is een vragenlijst meer ter uh, nieuwsgierigheid van mij? Ik ben een ja. nieuwsgierige man. Uh, jongen wilde ik eigenlijk zeggen, maar het vindt mijn vrouw <laughs> niet goed. Um, en dan gaat het over, over missie, over visie, over, over kernwaardes. Uh, over dingen die je belangrijk vindt, waar je valkuilen liggen. Waarom je heel graag met contrasortmiddelen ja. wil werken. Ja. Uh, en daar zit geen goed of fout in, dus daar heb ik geen, uh, geen, geen filtering in. Maar dat geeft mij wel zicht in waar je, waar je staat als ondernemer op dat moment. Ja, het wordt, de ZZP'er wordt geprikkeld, hè, de ja, profession precies. wordt geprikkeld... om ja. daarover na te denken ja. van... hé, hey, oh, dat is belangrijk ja. eh, in hoe ja. ik mezelf profileren neerzet. Ja, ja. ja. precies. En um, op het moment dat dat is ingevuld en die lijst komt dus bij ons... dan word je uitgenodigd voor een selectietraining. En dat is wel heel erg leuk. We hebben echt een, een hele gave training hebben wij, uh, ontwikkeld. En ik heb hem al, uh, al een, keer, uh, een aantal keren mogen geven. Uh, en het is een training waarbij, uh, waarbij ik sowieso uh, mensen inhuur... Uh, ik ik huur een interim manager in die ook op haar eigen gebied uh, best wel kennis heeft. Uh, die geeft dan met mij samen de training. Ik huur een, een trainingsacteur in uh, waarmee we gewoon ook daadwerkelijk aan het werk kunnen met, uh, met de deelnemers. En dan uh, ga ik een training geven op het gebied van uh, communiceren, op het gebied van presenteren, profileren. Hoe doe je dat nou als ondernemer? Dus niet als zorgmedewerker, maar als ondernemer. Mm -hmm. Hoe ga je erheen? Cross je over het instellingsterrein met je dure Mercedes... en je Armani-pakje met 50 kilometer per waarom uur. Waarom vind je dat zo belangrijk? Um, nou, ik vind dat belangrijk omdat... Um, um, omdat je, je, het, het is je eerste, je eerste indruk. En je eerste indruk bepaalt uiteindelijk hoe mensen um, over, over je gaan denken... En, uh, wat ze van je gaan vinden en hoe ze jou mee gaan nemen in, uh, in de dagstructuur van, van dat moment. En je hebt al heel snel heb je al een bepaalde achterstand, omdat je niet goed kan synchroniseren met de ja, groep precies, waar je op dus dat moment komt. Ja, het gaat jou erover: hé, hey, ik wil gewoon dat ze zich goed kunnen afstemmen op daar waar ze. Ja, en het is op de ene groep is wat anders dan op de andere ja. groep. Hè. Bijvoorbeeld, de ene, uh, daar vinden ze helemaal niet erg dat je in een Armani-pakje rondloopt, uh, maar op een andere groep uh, vinden ze dat verschrikkelijk. Ja. Uh, um, ja. En de, daar, daar is niet echt een speciale reden voor waarom het bij de ene wel uh, vervelend is en bij de andere niet. En uh, even terug naar die training. Dan wil je mensen bewust maken in die training van... hé, hey, maar wat voor effect heeft jouw presentatie of jouw gedrag op de klant? Of weet je, hè, dat je wil dat mensen zich daar bewust van worden? Ja, dat ze er bewust van worden en dat ze er stil bij gaan staan. En ook dat ze daar het gesprek met elkaar over hebben, van hoe ze ja. daar naar kijken? Nou, precies. Uh, en, en vanuit daar kan, kan ik bepalen in hoeverre zijn ze daadwerkelijk ondernemend... Uh, uh, en of kunnen ze daar heel veel dingen in leren? Hè? Want uh, ja, mensen komen gewoon uit de zorg. En zorgmedewerkers zijn over het algemeen geen ondernemende mensen. Hè? Ik bedoel, uh, dus er zijn dingen die, die je gewoon moet leren. Dat is ook prima. Uh, daar ben ik ook voor. Om, dat, uh, om hen daarin mee te nemen. Uh, ja, er maar er moet zo, wel potentie in het leren zitten. Er moet wel potentie je, in het ja, leren ja, zitten. Want anders denk je van: zou het wel. Een, ben je eigenlijk nog een soort van werknemer, alleen wil je dan. Zelfstandig werken. Want jij, jij verwacht iets meer van die ZZP'er in nou, het ondernemen. Ik, ik verwacht zeker iets meer. En wat ik, wat ik gewoon heel erg veel merk in, uh, in, in, in de zorg is dat je heel veel ZZP'ers hebben, maar heel weinig ondernemers hebt. Mm -hmm. En ik zie een ZZP'er meer als uh, iemand die gekozen heeft om zelfstandig ondernemer te worden bij de KVK. Om van daaruit uh, zich bepaalde luxe kunnen te, te veroorloven. Uh, maar nog wel met een werknemersgedachte. En wat maakt dat je dat zo belangrijk vindt... dat iemand een ondernemersgedachte heeft en geen werknemersgedachte? Wat, wat, nou, een, een ondernemer heeft, hij heeft een ander verantwoordelijkheidsgevoel. Mm -hmm. Daar ben ik van overtuigd. neemt een veel sneller initiatief. Uh, die staat veel creatiever in. Uh, en die is een paar stappen voor op degene die we als werknemer zijn. Want als werknemer worden de dingen voor je geregeld. En als ondernemer moet je het allemaal zelf gaan doen. En heb je gebruik je die selectietraining dan ook om dat... Zeg maar, want het heet niet voor niks selectietrainingen. Dus ja. je, je doet daar ook iets in je selectie. ja, dus, ja. Dus, je ja Vanuit die selectietraining maken. ga ik uh, aan het einde van de training ga ik met het team waarmee ik die training heb gegeven, ga ik gewoon iedereen aflopen om te kijken wat we ervan vinden. En of zij uh, passen binnen contra En of we daar die samenwerking in kunnen aangaan. Ja. Dus daar valt zeker een filtering. Nee, ik verwacht wel, uh, want dat is hoe de praktijk werkt, op het moment dat mensen tijd nemen om zo'n hele dag zo'n training in te gaan, in plaats van uh, te werken en zo'n factuur te versturen. Ja, want ze moeten er best in investeren, zo'n hele dag. Ja, normaal ga ik naar uh, weet ik het wat, een uitzendbureau of iets. En dan schrijf ik me in via een e-mail of weet ik het, en dat was het dan. Misschien nog ja. dan een kennismakersgesprekje, maar uh, ja. dat was het. Ja. En dit is best wel. Als ik maar ja, met jou wil werken, dan moet ik. Moet je nou een ja. dag investeren, je ja. moet een dag vrij nemen. Ja. Dus je kan een dag niet werken, dus je kan een dag niet ja. betaald krijgen. Ja. Uh, de, en dat doet ook niet iedereen. Dus degene die dat wel doen, dat, die zegt, zijn al, al dat zegt al iets. Dus ja. dat zijn al veel meer ondernemende mensen dus je hebt dan... Dat is een wat van natuurlijke selectie aan de voorkant. Uiteindelijk nee. wel. Dus ik, ik ja. verwacht dat er heel weinig mensen zullen afvallen... op het moment dat ze zo'n training zullen bijwonen. Ja. ja. Wat voor reacties krijg je van... De... Nou, dat is wel heel erg leuk. Ik spreek natuurlijk alleen maar de mensen die zich aanmelden voor die training... Ja. Uh, en dat zijn allemaal mensen die uh, onwijs enthousiast zijn dat het zo gaat. He, want sowieso bij uh, niemand anders gebeurt dus dat. Dus dat vinden ze alle heel erg leuk. Uh, je wordt uh, gewogen op, op kwaliteit en expertise. Wat natuurlijk ook al heel erg fijn, fijn voelt. He, dus op het moment dat mensen uh, geselecteerd zijn om mee samen te werken, nou, dat, dat klinkt een beetje, een beetje gek. Omdat. Um, ja, je bepaalt met elkaar om ja, dus samen het te werken. Je hebt het gevoel van, oh, maar hier moet ik er wel wat voor doen en hier gaat ja. dus het voor kwaliteit... Dus het geeft je veel meer trotse gevoel en waardering ja. op het moment ja. dat, uh, dat die samenwerking aangegaan wordt uh, vanuit de -so Bemiddeling. Dus er zit ook meteen veel meer drijf en energie in om, uh, om het gewoon goed te doen. Ja. En dat, uh, dat is gewoon heel erg mooi. En om bij de club te horen of zo? Ja, zoiets. precies. Ja. Bij de dat is ook wel mooi, toch? Want je wil ook bij een community. Nou ja, goed, dat denk oh, ik wel. Ik ja. denk dat dat een van de redenen is waarom wij zo goed draaien en we geen probleem hebben met uh, tekort aan ZZP'ers. Nee, want je hebt veel vragen, toch? Uh, die, uh, ja, ik, ja. Heb, ik heb meer ZZP'ers dan, uh, dan ik weg kan zetten in feite. Ja. En uh, dat, dat blijft maar aangroeien, dus dat, dat, dat verandert allemaal niet. Dus er zijn veel mensen die uh, lovende uh, feedback hebben gehoord over, over contra-zorgbemiddeling en daar graag bij willen horen. En dat is wat we ook heel graag willen, want we willen graag die familie zijn waar iedereen bij wil horen. Uh, omdat dat gewoon ook weer extra kwaliteit geeft. Hoe mooi is het om samen goede zorg te kunnen leveren. Ja, dat samen is samen is heel belangrijk voor je. Hè? Dat is een ja, van mijn kernwaarden. kwaliteit samen, ja. ja, ja, ja. ja, ja. We, ja. Kunnen ja we kunnen het niet alleen. Nee. Nee. nee, samen kom je inderdaad verder. En, ja. uh, maar dat dus heb jij ook nodig om gewoon... Uh, zelf zeg maar in die drive van die float, uh, Ja, zitten. Het is helemaal niet leuk om in je eentje te gaan ondernemen. Het is veel leuker om dat samen te doen en samen te genieten van datgene wat je wat je creëert uiteindelijk. Ja, er is niks leukers dan dan samen je successen te vieren. Ja. 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 En hoe wat hoor je dan nog meer van die zzp's die bij jou komen? Het gaat natuurlijk over contrazorg, maar ook over jou als je hebt ook een soort van gezicht van contrazorg. Wat, wat vinden ze dan prettig, behalve die familie? Uh, nou, wat we vooral al wordt aangegeven is dat uh, de bereikbaarheid heel, heel prettig is. Uh, we zijn zeven dagen in de week, 24 uur per dag bereikbaar. Klopt niet helemaal trouwens. Ik heb echt wel om kwart over elf s'avonds mijn telefoon uit. En die zet dat ik ja. echt om kwart over zes ochtends pas aan. Maar ja, goed weet je, bijna niemand belt mij in die tijd, want iedereen slaapt. Dus ja. niemand heeft daar ja. last van. Uh, maar die bereikbaarheid is, is, is goed, hè. Ik bedoel, uh, ze kunnen gewoon over uh, dingetjes vragen... Als het gaat om, om de planning en hè, de balans met privé uh, dingen die spelen. Uh, maar ook gewoon zorggerelateerde vragen. Als er problemen zijn, ze lopen ergens tegenaan. Dan, dan bellen ze me op om advies te vragen. Van, ja, wat, wat kan ik nu het beste doen? Uh, en dat is het mooie dat je dat je niet alleen planner bent en niet alleen trainer bent, maar dat je ook gewoon een, een zorgmedewerker bent. Een zorgprofessional die ook gewoon in het vak heeft gewerkt en van daaruit. Uh, je weet waar je het over hebt. Ja, je bent natuurlijk al directeur van Contra, Precies. Maar je weet wel uh, waar je ja. over spreekt. Ja. En doe je dit alleen? Of heb je nog een team van planners of mensen om je heen? Die, ja, nee, natuurlijk doe ik het niet alleen, want dat, uh, dat, dat, dat gaat gewoon dat niet. Nee, <laughs> dat niet nee ik, ik wil het ook helemaal niet alleen doen. Nee, nee ik heb uh, inderdaad twee, uh, twee hele leuke, uh, goede planners. Uh, die echt heel goed zijn in datgene wat ze op dit moment aan het doen zijn. Uh, voor de rest uh, huur ik ook uh, zo af en toe mensen in om, om me te helpen, om te sparren en, en dat soort dingen. En zo heb ik best wel een aardig team om me heen. Die uh, met, met ieder zijn eigen expertise mij ja. ondersteunen in datgene wat we graag, uh, graag willen bewerkstelligen. Mooi. Ja, ja. ja is onwijs. Ja. ja, leuk. Ja. 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 Wat is dan jouw hogere doel of zo, zit ik aan te denken? Hè? Want je bent natuurlijk in, hè, niet voor niks in de zorg, ja. eh, ondernemer. Dus wat wil jij bijdragen? Nou goed. Weet je, ik wil net als elk andere zorgmedewerker, wil ik gewoon dat uh, iedereen die, die die zorg nodig heeft, ook de zorg krijgt die die verdient. En, en, en daarnaast uh, wil ik dat ook op, op die manier doen, uh, dat het ook gewoon betaalbaar blijft. En dat klinkt natuurlijk heel erg gek, hè? want iedereen zegt: ja, een, een bemiddelingsbureau is toch allemaal duurder. Ja. Uh, en dat, dat klopt ergens ook wel. Uh, maar je kan wel heel goed kijken van uh, maar, uh, hoe, hoeveel duurder wordt het dan? Mm -hmm. Uh, en wat ga je ervoor doen om te zorgen dat het termijn dat je uh, iemand van ons nodig hebt, zo kort mogelijk is? Want ja. dat is uiteindelijk wat je wil. En ZZP'ers uh, zorgen niet per definitie ervoor dat de zorg beter wordt. Maar ZZP'ers kun, kun je wel inzetten om het beter te maken. En van daaruit verder door te om even voort te werken. Tijd tijdig te ondersteunen of het team te ondersteunen. Ja, precies. En weer verder te kunnen uit de ja. toekomst. Maar hoe gaaf is het als je met, met, met een klein teampje een, teun, een team kan ondersteunen. Om te zorgen dat het team gewoon, gewoon sterk staat en stabiel is. Waardoor je nieuwe sollicitanten die je binnenkrijgt. zich prettig en fijn voelen in dat team. En zich thuis voelen als, als een familielid. En van daaruit het stokje over kunnen nemen. En dan ook daadwerkelijk blijven, ja. uh, willen blijven ja. om in het team te werken. Ja. En je van daaruit gewoon die zet-te-speed weg kan verseren. Ja. Maar dan zeg je dat zijn langdurige opdrachten. Dat is wel handig als je dat van tevoren dat je daar ook afspraken over maakt. Nee, hey, maar dit is ook onze rol of. Ons, uh, he, ja. Daarin ondersteunen nou goed, ja, goed, je, je moet je verwachtingen moet je helder maken, ja. natuurlijk, zodat je niet, uh, niet teleurgesteld bent als zo'n project ja. niet gaat, zoals je, zoals je wilt dat het gaat. Um, en ja, goed, en daar ben ik dan ook voor om, om daarin te ondersteunen. En die verwachtingen helder te maken, maar daar ook als, als zijn een soort coach daarin te fungeren om daar één geheel van te maken, hè, samen met alle andere betrokkenen die, daar, die daarbij horen. Ja, en dat is niet alleen de manager, en dat zijn niet alleen de teamleden die je over hebt, maar dat is ook de planner, het is het hele plaatje bij elkaar. Die, die ervoor uh, voor zorgen dat, uh, dat je met elkaar gewoon uh, ja, de richting opgaat die, die je graag in wilt ja, gaan. Dus het beeld wat jij schetst van, is wel anders het beeld dat soms bestaat, van nou ja... He, je komt gewoon uh, de dienst opvullen en dat was het en verder niks. en Maar ja. zorg dat je zoveel mogelijk diensten binnenharkt. Dan ja. zeg je ja, eigenlijk van nou, we komen wel ondersteunen. Dat kan op korte termijn, maar ook zeker op langere termijn om te zorgen dat er weer stabiliteit komt. Ja, en ik denk dat dat heel erg belangrijk is. En dan, en dan is maar de vraag of ZZP inderdaad duurder is. Want dat, dat verwacht ik niet. Ik denk dat dan ZZP er een goedkoper oplossing is en dat je continu maar je personeelswisselingen hebt. Ja. Nou ja, als je van stevige bedding en de mensen die aan het werven ja. bent komen en blijven ook. Hè? Dat, is, dat is natuurlijk ook heel wat waard. Ja. Dat is niet weer directe uitstroom. Hebt. Nee, ja. precies. Ja. En dat is uiteindelijk wat je wil, hè? Want je, je wil minimaal 80% van je bezetting die, van de formatie die je nodig hebt. Wil je wil je minimaal uit je eigen team hebben? Ja. 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 Mooi. En dan heb je. Nou ja, weet je natuurlijk allemaal ook dat de zorg steeds uh, pittiger wordt, zeker uh, op zorgparken. Ja. Mensen niet meer thuis kunnen wonen. Ja. Waarin er veel agressie is en dat soort dingen. Wat is kan je daar iets over vertellen? Hoe jullie daar kunnen ondersteunen? Maar ook in, nou ja, hoe je daar in je ZCP'er zeg maar, goed toerust. En hoe je ja. Ja, nou, uh, uh, elke ZCP'er die op zo'n groep uh, komt te werken, die, uh, ja. Ja, die, die moet gewoon zo'n training volgen. Hè, want uh, je moet gewoon weten wat je. Uh, die wat trainingen training je, waar je net over had. Van, ja, uh, zeg maar, ja, ja, omgaan met. Uh, ja, dat is net hoe je, hoe je het doet. Ja. Omgaan met, met moeilijk gedrag, anders kijken naar, ja. naar gedrag. Het vasthouden. Ja, ja. Het, het is uiteindelijk het naampje van, van de training die je die doet. Hè? Uiteindelijk willen we iedereen zo goed mogelijk helpen in, in de behoeftes. En elke methodiek die je, die je maar kan vinden, gaat eigenlijk over dat stukje. Hè? Wat zijn de behoeftes van, van de cliënt ja. en, en waar kunnen we aansluiten in die behoeftes? Begrijpen ja, we die behoeftes zien. wel goed? Ja. 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 Um, nou goed, en en, en daar, uh, dat moet je leren. Hè? Je moet leren hoe zo'n methodiek dan in elkaar zit... die een organisatie gebruikt zodat je beter kan aansluiten... Bij, uh, bij de manier van werken en de manier van denken. Maar tegelijkertijd moet je ook zorgen... dat je jezelf zodanig vertrouwd voelt op zo'n groep... dat je er ook daadwerkelijk kan staan. Ja. En dus je, je, hebt, je hebt ook iets in meer weerbaarheid nodig... al is het maar om het zelfvertrouwen uh, te krijgen. En daar waar uh, gefixeerd wordt... Ja, moet je wel weten wanneer mag je dat doen... En hoe doe je het dan? Ja, want je wil uiteindelijk alles wat je doet, ook al is het een fixatie, wil je dat dat uh, met de intentie is om de ander te helpen, en dat het niet is om de ander te pesten, en dat het niet is uh, waardoor een ander uiteindelijk een traumatische het is ervaring heeft. Voor veiligheid van de cliënten van je collega's. Ja. 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 En noem je dat dan nog fixatie overal, of zijn er ook? Nou, je, je noemt het uiteindelijk fixatie. Je kan het ook nabijheid noemen, natuurlijk. Ja. Uh, we kunnen het ook gewoon knuffelen noemen. Ja. Dat klinkt vast, wat vriendelijker. Ja. Ja, moet je even ja, uiteindelijk, hè, ik heb een zoontje van twee jaar. Als die hysterisch is, dan pak ik hem ook vast. Ja. En als die uh, zich verzet, dan pak ik hem wat harder vast. En dan wordt hij uiteindelijk rustig. Ja. En dat vindt hij fijn, dat heeft hij op dat moment nodig. Ja. En dat noemen we knuffelen. Ja, goed, als het beren van mannen zijn, dan noemt je het in één keer fixeren. Ja, precies, maar het wel. komt op hetzelfde neer. Ja. 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 Het, het moet in ieder geval vanuit dezelfde intentie zijn. Ja te helpen, zeg jij. Ja, ja, dat ja precies. En dat, die... en dat is ook een kunst en dat, dat moet geoefend worden. Dus, ja. uh, en in, in alle facetten wil ik dat de ZZP'ers daar, daar weet van hebben. Wet- en regelgeving, signaleringsplannen, methodieken, triple C, uh, weerbaarheid, uh, fixaties. Maar dan ook daar waar je op dat moment aan het werk bent. Ja. En dat biedt je ook zeg maar, met je scholing en je training en je academie. Dat, ja, zeg maar, ja. ja, ja oh, precies. Naast de interview die je dan, uh, dan ook wil doen. Hè? Ja, want er was ook een volgende vraag, sorry dat ik je onderbreek. Maar even terug naar die agressie of dat gedrag, hè? moeilijk verstaanbaar gedrag... wat de cliënt zou kunnen laten zien. Want als er dan een situatie is geweest... Uh, normaal gesproken kan je opgevangen worden door een opvangteam... of wat dan ook in een organisatie. Hoe jij dat dan? Ja, nou, je merkt vaak wel dat ZZP'ers uh, onderling elkaar ook wel een beetje opvangen... Hè? In, het, in het team zelf zijnde. Maar je merkt ook wel dat ze ook wel behoefte hebben aan, aan iemand anders daar, daarbuiten... Uh, en ik ben, ik ben er altijd voor. Wat, wat de, de opdrachtgever daar ook, ook in doet. Ik bedoel, als zij daar ook iets in doen, is dat alleen maar fijn. Ja. Uh, maar ik doe, het, ik doe het in ieder geval ook altijd. Op het moment dat ik merk dat er iets gebeurd is, dan, uh, dan bel ik gewoon op. En dan bel ik iedereen op die daarmee te maken heeft gehad. Van mijn eigen netwerk natuurlijk. Uh, en dan ga ik ermee in gesprek. En op het moment dat ik merk dat het meer nodig is, dan, dan organiseer ik ook gewoon meer. Uh, en dat kan een intervisie zijn, dat kan een evaluatie zijn. Uh, ja, het kan ook gewoon iets ontspannends zijn. Ja, ik bedoel, in, uit, in uit... ieder geval uh, steun een je, zeg maar. Dat is ja, maar ja. 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 hier kom je weer bij het stuk. Hè. Ik bedoel, uh, zeker in, in dit stukje, alleen kan je het gewoon niet, uh, niet, niet opvangen. Je hebt gewoon andere mensen nodig die, uh, uh, die, die je daarin in ondersteunen en je daarin opvangen. En, uh, nou goed, daarin wil ik ook in het stukje planning ook meteen rekening houden, hè, want het is best wel pittig om op dat soort groepen te werken. Ja, als je continu uh, die nabijheid moet geven en continu uh, uh, vo volledig bij, bij een ander moet, moet zijn, uh, ja, mm. dan vraagt dat wat voor jou, emotioneel en mentaal. Dus je kan niet 200 uur uh, op één afdeling werken of met, met één cliënt werken of, of wat dan ook. Daar, daar zul je in moeten, uh, mm. moeten variëren om ja. wat afwisseling in te hebben, om ook eens een keer even adem te kunnen halen en, en dat soort dingen. En, en dat is wat, wat vaak ook wel misgaat, is dat je volle bakken ergens gaat werken en dan ben je op opgebrand en dan komt er weer iemand anders volle bak werken. En dan heb je wel volle bakken iemand aanwezig, maar elke keer een ander. Ja, en dan dus elke dus keer een ander. van geeft... nou ik bescherm ook wel eigenlijk hè, de ondernemers, het CPR. Ja. Dan bescherm ik ook wel daarin. Ja. Zeg maar, uh, en ja. en, en dat, is, dat is soms een beetje een lastig balans, hè, want 36 uur iemand inzetten is natuurlijk fijn, want dan heb je elke keer dezelfde gezichten. Ja, maar het, het is ook wel heel erg kwetsbaar, want dan heb je maar een paar mensen ja. die ja. dezelfde gezichten ja. zijn. Ja. En als je dat uh, iets meer kan verdelen, waardoor je een poppetje extra hebt, dan kan je de, de draagvlak ook beter verdelen. Uh, en daarmee ook ja. uh, de lange termijn uh, beter waarborgen. Ja. Ja. Oké, okay. hey, en wat maakt, uh, maakt ContraZorg succesvol? Uh, nou, contra-zorg maakt uh, sowieso succesvol uh, dat, uh, dat we heel veel energie steken in relatie, in die verbinding. Uh, het, ge het gevoel geven dat niemand alleen is. Het gevoel geven aan de opdrachtgever, aan de planner, dat ze uh, hun problemen gewoon over de ballen kunnen gooien. Wij gaan het oplossen voor ze. En wij gaan het oplossen zoals uh, ze ook verwachten dat het opgelost gaat worden. En wat verwachten ze? Over het algemeen dat er zoveel mogelijk dezelfde mensen op dezelfde plekken komen. En dat is natuurlijk lastig, want als ze voor vanavond een dienst nodig hebben, dan is het soms heel erg moeilijk om dezelfde persoon weer te vragen ja, voor hoe die doe dienst. Ja, daar je dat dan? dat lijkt me best een uitdaging. Uh, ja, dat lukt soms ook niet. Nee. Uh, dat moet ik ook eerlijk toegeven. Want ik, ik kan niet zomaar iemand anders wegplukken bij een andere, bij een andere opdracht, uh, want dan doe ik die weer tekort. Ja. Ja, en, ja, zo kan het ook niet. Maar je zegt ook, ik ben transparant... dus dan kan je daar ook transparant over zijn, toch? Ja, absoluut. En zo praat je en, en ja. zo wil je ook, uh, ook, ook gaan plannen. Hè. Dus we, we proberen bij elke, elke locatie... Uh, niet één iemand daar uh, bekend te laten zijn... maar meerdere mensen daar bekend te laten zijn... zodat je altijd meerdere mogelijkheden hebt daar, daarvoor. En dan, dan valt er ook af en toe wel te schuiven... omdat je dan iemand anders bij een andere locatie kan zetten... die er ja. ook goed past en, Um, en dat, dat is het werk van ons. En dat kost heel veel tijd. Um, maar het loont uiteindelijk wel in de kwaliteit. Ja. En, en dat is wat we heel graag ja. doen. Dus continuïteit is daar echt een belangrijk onderdeel van. Nee, ab absoluut. steeds scholing en ja. trainingen en ja. zijn voor elkaar. Ja. Ja. Maar dat betekent ook dat elke, elke dienst die bij ons binnenkomt, individueel aangeboden wordt aan een andere ZZP'er. Omdat je gewoon graag wilt weten wie naar nou welke mm -hmm. opdracht gaat op dat moment. En dat, en dat kost veel tijd, want dat betekent dat je heel veel moet bellen, heel veel moet appen, heel veel, uh, ja. ja. We hebben het al even gehad inderdaad over, uh, nou wie is je klant hè, en over de zzp's, wat verwacht je van hen, wat doe je daarin? Ja. Uh, wat doe je naar de ondersteuning voor expertplanners of planners? Want daar doe je ook best nou, een aantal dingen in van. Ja, te maken van hun rol, ja. Wel, toch? nou heel goed, een van de, van de expertise die ik heb is, is plannen. Ik heb al uh, behoorlijk wat opdrachten gehad als, uh, als planner, uh, dus ik weet er veel van. En uh, uh, een van de dingen die we nu doen is, is een online training aanbieden. Uh, die, die kan je gewoon inschrijven op de website. Uh, het kost ook verder helemaal niks, uh, maar dat zijn gewoon uh, tien video's waarin ik gewoon een aantal dingen uitleg van hoe je, hoe je daarmee om zou kunnen gaan. Mm -hmm. En dan gaat het niet alleen maar om hoe je, hoe je het puzzelstukje legt uh, en hoe je de diensten ingevuld krijgt, maar dan gaat het ook over uh, de ATW bijvoorbeeld, uh, over communicatie, over capaciteitsplanning, over de jaaruren systematiek, hoe handig het eigenlijk wel niet is om daar gebruik van te maken. Maar dan gaat uh, vooral ook in van uh, ja, hoe ga je zelf die relatie als planner aan met de mensen met wie je samen moet ja. werken om het rooster dicht ja. te krijgen. Ja. En hoe kom je aan die informatie die je nodig hebt? Bedoel, het is heel erg makkelijk dat als je bepaalde afspraken op papier hebt staan, die kun je gewoon volgen. Als bepaalde vaste wensen op papier staan, die kun je naleven. Ja, dat is vrij simpel. Maar er zijn zoveel dingen tussen de regels door die niet op papier uh, te beschrijven zijn. Want het gaat over contact, Het gaat over contact, ja, ja precies. Ja, ja. Dat dus moet je aanvoelen, dan moet je vragen, dan, daarvoor moet je aanwezig zijn, dan moet je belangstelling hebben, interesse. Dat is een groot gedeelte van, van je vak als expertplanner. Dat vergeten we nog wel eens, want het plannen is, is gewoon een, een stressvolle en een druk, een drukke functie. Er maakt dus veel schakelen op uh, diverse ja. woorden. worden. Van uh, nou, plannen, organiseren. Ja. moet je goed in zijn, maar ook in je intimidatie contacten. Ja, en je doet het nooit goed. Nee, en er dat wordt dat altijd weer wat ja. anders gevraagd. En er moet ja. elke keer weer ja. omgegooid worden, want er gebeurt er weer wat. En dan is er weer iemand ziek en dan is er weer langdurig iemand ziek. En dan krijgen we weer COVID. En weet je, er gebeurt zo gigantisch veel binnen, binnen een rooster, waardoor je jezelf de tijd niet neemt om even het contact te zoeken met het, ja. met het team waarvoor je moet plannen. En dan, ja, goed, en dan loop je eigenlijk al achter de feiten aan. Ja, precies. En dan stroomt... Met, met, ja. met jouw expertise en ervaring ondersteunen ook ja. planners daarin. Ja, ja. precies. Ja. Hey, er wordt ook wel eens gezegd, kwaliteit en op de prijs letten gaat niet samen. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, nou ik, ik vind dat een enorme leuke uitdaging. Uh, ik krijg continu het advies om de prijs omhoog te doen. Met name de, de bemiddelingskosten. Uh, en ik weiger het. Uh, en ik weiger het omdat ik vind dat ik... Uh, ik heb een goed salaris, Er is niks mis mee. En ik kan alles doen wat ik doen wil. Dus, dus, dus van daaruit vraag ik me af: ja, maar waarom, waarom moet dat dan? En natuurlijk, ik kan een extra buffer opbouwen. Ik kan nog meer dingen doen. Ik, ik, ik denk dat we ook, ook door, door daarin klein te blijven, heel goed kunnen zijn. En misschien zelfs nog wat beter. Want daardoor worden we wel heel creatief. van um, Hoe kunnen we nou dit uh, creëren uh, door maar dat uit te geven. Ja. En uh, een goed voorbeeld is, is dat ik tot nu toe gewoon nog vanuit mijn zolderkamer, waar ik een heel mooi kantoor heb gebouwd, aan het werk ben. En dat al mijn planners uh, ook vanuit huis aan het werk is. En goed, de maatregelen vragen daar ook om natuurlijk. Ja, ja. Maar zonder die maatregelen was het ook al zo. En ik kies er wel voor om een bedrijfspand te willen gaan huren. Uh, maar dat, dat doe ik omdat ik daarmee... Uh, ja, maar je, daarmee speel je ook in op de huidige tijd. Ja, Speel ik in op de huidige tijd, ja, ik de huidige tijd maar ik, ik wil ja. ook meer kwaliteit leveren. Dus ik, ik wil nog meer uh, in die samen, kwaliteit of doen. Het in verbinding, maar ook ja. denk ik het stuk van hé, hey, maar ik heb een eigen ruimte waar ik trainingen kan geven, ja. waar ik mensen kan ontvangen. Ja, precies. Dat ik niet afhankelijk ben van de maatregelen ja. en daardoor dingen stagneren. Dus ja. Maar goed, tegelijkertijd moet ik ook creatief zijn. Maar hoe ga ik het dan betalen? Ja, precies. Ja. Nee, want als ik hetzelfde blijf doen, maar ik ga wel meer uitgeven, dan, dan gaat er ergens niet goed. Uh, maar als ondernemer leer je om creatief te zijn. Dus dan ga je kijken, van, nou maar goed, welke financiële stromen zijn er allemaal waar ik dit kan, uh, kan betalen? Nou ja, goed. Uh, uh, ik geef niet vrijwillig trainingen. Uh, dus uh, de ZZP's die trainingen krijgen, die, uh, die betalen voor de kosten. En een van de kosten is dat je ook betaalt voor een accommodatie. Ja. Uh, nu huur ik iets, daar betalen ze ook voor. Uh, dus dan verdien je je eigen ruimte, verdien je van de, vanzelf daar weer mee terug. Ik heb nog wel andere services die ik verleen aan, aan ZZP'ers, zoals voorfinanciering. Uh, daar betalen ze voor, omdat ze in feite eerder hun geld willen hebben dan de opdrachtgever hun kan betalen. Maar dat geld wat, wat ik daar weer voor krijg, kan ik weer gebruiken om dus uh, ja. te investeren in een stukje kwaliteit. En dan hoeft het niet direct ten kosten te gaan van de bemiddelingskosten die ik, die ik vraag. Nee, precies, dus dat hoeft niet om te dus je zoekt gaan. met je eigen bedrijf eigenlijk samen met de ZZP'ers. Ja. Hoe, doen we dat dan? Ja. Hoe, we hoe kan je creatief waar? zijn ja. om bepaalde dingen te creëren zonder dat daar uh, extra kosten voor de opdrachtgever mee gemoeid gaan? En er zijn heel veel mogelijkheden daarvoor. Ja. Wow. Super. Ja toch? Ja. Hoe zie jij de toekomst? Ja, altijd positief natuurlijk, want ik ben een ondernemer. <laughs> <laughs> ja. Nou, een beetje, de toekomst is, uh, is wel afhankelijk van, van keuzes die gemaakt worden. Uh, de zorg is, wordt steeds meer bewust van, van een stukje wetgeving. Hè, wat zegt de Belastingdienst waar je aan moet voldoen? In de ondernemerscheck. Uh, wat gaat de wetmodule in de wet DBA doen voor de ondernemers? Uh, welke risico's lopen er daar uh, aan vast? Ja, er zijn verkiezingen geweest. Hè, de vraag is of de wetmodule wel, uh, wel doorgaat mm -hmm. met uh, uh, de huidige partijen uh, die straks de regering gaan vormen. Als je luistert hebt, gevormd natuurlijk. Uh, dus dat, dat maakt het een beetje onzeker. Uh, maar goed, uh, in alles liggen kansen. Ik bedoel, als het niet linksom dan is het rechtsom. Uh, maakt, uiteindelijk maakt het niet uit. Zolang je maar goed op de hoogte blijft van datgene wat er speelt... dan kan je ook goed aansluiten. Uh, voorlopig uh, blijft elke zorgorganisatie behoefte hebben aan externe partijen. Het uh, ja, is niet anders. Ik bedoel, die keuze is een uh, aantal jaren geleden gemaakt... En met externe partijen bedoel je bemiddelingsbureaus of mensenbureaus. Bemiddelingsbureaus. Ja. Of ja. mensen die ja. flexibele arbeid leven. Ja. 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 Dus weet je, voorlopig heb je je formaten niet op orde. Uh, voor een enkele locatie uitgezonden, natuurlijk. Maar het, het merendeel zal, uh, zal toch uh, mensen moeten inhuren van buitenaf. Uh, en dat, dat zal er voorlopig ook nog wel even blijven. Uh, dus welke keuze er ook gemaakt worden, met welke wetgeving we gaan maken. Je uh, hebt flexibele arbeid nodig. Je blijft uh, ja. flexibele arbeid nodig die vanuit de organisatie zelf niet, uh, niet, niet te leveren is. Dus je, je zal extern moeten gaan kijken. Ja. Nou. Dus, uh, Mooi om. De... Ja, je toch? gaan zorgen ervoor ja, ja. te benaderen, inderdaad. Ja, dat, uh, dat denk ik ook. Ik denk dat, uh, dat wij een goede partij zijn daarvoor. Nou, ik weet eigenlijk wel zeker dat wij een goede partij zijn daarvoor. Hè. En wij, wij doen alles wat in ons macht ligt om te zorgen dat wij de juiste ondersteuning kunnen leveren. Bij, bij welke doelgroep dat dan ook uh, mogen zijn. Ja, mooi. Ja. Nou, dankjewel voor dit. Uh... Ja. ja, bedankt voor, uh, voor het interview, Emmy. Ja, graag gedaan.